Nou, allemaal gecanceld. Meetings. Ook afgezegd. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Dat etentje in mei met Henriette. Dat niet door kan gaan nu. Dat kan echt niet. Veiligheid voor alles en alles is corona nu. Zo jammer, zei ze. Maar ik moet het afzeggen. Het kan echt niet. Ik vind het niet zo jammer. Ik probeer al jaren van eraf te komen. Ik vermaak me prima in mijn eigen hoofd. Altijd gedaan. Ik heb net nog voor mezelf zo'n 0,33 milliliter flesje wijn gehaald. Ik ben lekker gaan levensgenieten. Bouw ik een keertje zelf wat ik uitgeef. Ja, toch? Mijn vriendinnen willen altijd de dure wijn. Ja. Ik mis niemand ook heel erg. Ik mis sowieso niks in het bijzonder. Ja, het nieuws, dat mis ik. Ik check niet eens één keer per week meer nieuws. Ik heb elke dag een nieuw gemoed. En dit gemoed is goed. Soms lig ik om 3 uur nog op bed. Als ik aan mensen buiten denk, word ik al moe bij het idee buiten zijn. Ik word vanzelf weer actief, zul je zien. Nu is het net een oorlogsfilm. Er vliegt een vliegtuig laag over en alle buren komen in het raam staan kijken wat er aan de hand is. Gezellig, op afstand. En het vliegtuig vliegt gewoon weer weg. Lekker toch? Er was gewoon niks aan de hand. Live films dus, ja. Lezen doe ik heel weinig nu. Vorige week was ik nog zo van... Dit heb ik gelezen, moet je ook doen? Of zal ik het voor je samenvatten? Maar voor mezelf lezen? Nee. Eten, ja. Buiten zitten, ja. God, en mag ik daar dan eens een wijntje bij? Ik vind van wel. Het is niet dat ik niets te doen heb. Ik heb heel veel te doen nu. Maar het is een soort van lamlegging. Afwachting, hè? Coronastand. Zwoele zomerhitte. Het is geen vakantie, weet ik ook wel. Maar ik maak er iets van, toch? Niet het beste, maar iets. Dat zegt Henriette ook altijd. Maak er iets van. Ze was wel op een Jeu de Boelfeest gisteren. Dat zag ik tijdens het scrollen even. Ja, zij voelt zich altijd veel beter als ze heel druk is. Heel verdrietig is dat. Ja. Wacht even hoor. Hoe ging het nou precies? Zij had mij afgebeld? Wacht even hoor. Ik belde haar en zij zei, het kan echt niet. Corona, veiligheid en zo. Maar zij stelde geen nieuwe datum voor. In juni of zo. Zou ze mij dan niet meer willen zien? Dat zou ik echt heel raar vinden. Dat valt me van de tegen. Vies. Dat ik niet van haar verwacht. Dat... Zij wil altijd te graag, toch? Hè? Nou, ik... Nee. Hè? Nou, ik moet even... Hè? Nou ja, zeg. What?